Drie stellingen voor de Grand Prix van Mexico. Bottas gaat Hamilton dit weekend al aan de wereldtitel helpen. Max Verstappen is kansloos voor de derde zege op rij in Mexico. Ricciardo gaat zijn rampjaar bij Renault toch nog glans geven. Ja, het Formule 1 seizoen loopt voorzichtig op zijn eind, maar we hopen natuurlijk op nog een paar spectaculaire races. Te beginnen met Mexico dit weekend. Joost, onze Formule 1 verslaggever. Laten we beginnen met de eerste stelling. Bottas gaat Hamilton dit weekend al aan de wereldtitel helpen? Nee, dat denk ik niet. Nee, Mercedes heeft de buit eigenlijk al binnen. Ze weten dat één van hun twee coureurs wereldkampioen gaat worden, waarschijnlijk Hamilton. En ze hebben het constructeurskampioenschap al binnen. Dus er is nu niet echt meer een noodzaak om Bottas nog te kleineren door hem op de rem te laten trappen of zo. Nee. Ook dus niet als hij nou, Hamilton heeft 14 punten nodig ten opzichte van Bottas, geloof ik, dit weekend. Ja. Stel dat hij jou, Bottas rijdt vijfde, Hamilton vooraan, dat ze denken, nou laat er nog eentje voorgaan, dan is hij maar vast binnen. Nee, dat denk ik niet. Dan ga je een coureur echt zo zinloos kleineren. Dat als Bottas daarmee instemt, dan is hij wel echt niets meer waard eigenlijk als coureur die ooit nog een keer wereldkampioen wil worden. Dus nee, dat lijkt me niet. Dus het gaat dit weekend niet gebeuren tenzij Bottas uitvalt? Ja, of ergens een achtste, negende wordt en Hamilton wint, dan is hij ook volgens mij binnen. Dus dat zie ik niet gebeuren. Helder. Ja. Tweede stelling dan. Verstappen is kansloos voor een derde op rij in Mexico. Nee, ik vind het denk niet dat hij kansloos is. Hij heeft nog steeds een van de drie topauto's in het veld. Mexico is een beetje een raar circuit omdat het zo op grote hoogte ligt. De motoren hebben het daar best wel zwaar. Weinig zuurstof is er en dat heeft niet alleen te maken met dat het de prestaties beïnvloedt. Dus de motoren draaien gewoon minder hard. Maar de koeling heeft het ook veel zwaarder, want er is gewoon minder lucht om de motor te koelen. Daar kan zomaar Ferrari heel veel last van hebben of Mercedes. Dat hebben we eerder gezien dit weekend. Winnen kan altijd nog en hij denkt zelf dat het lastig wordt. Nou ja, als alles normaal verloopt en iedereen presteert naar de toppen van zijn kunnen, dan wordt het lastig, vooral denk ik om de Ferraris te verslaan. Maar winnen kan zomaar en er zijn allerlei externe omstandigheden. Ik noem een flinke regenbui, onweer staat gewoon op de voorspelling. Dan kan zullen Verstappen en Hamilton zei het ook al, die zullen daarop hopen? Ja, Verstappen zeker. Ja, dat is wel iets wat hij echt nodig heeft. En kijk, die pure snelheid die hij de afgelopen jaren in Mexico had, dat gaat dit jaar denk ik niet gebeuren. Nee, want daarom vraag ik het ook en daarom gooien we die stelling er vrij scherp in. Maar toch, Verstappen heeft er zelf niet zoveel vertrouwen in. Hè? Die zei, dit seizoen podium maximaal haalbaar, maar winnen, hij zag zichzelf eigenlijk nergens meer winnen. Nou, hij heeft iets externs nodig. Twee Ferrari's die tegen elkaar aanrijden, kan gebeuren. Een regenbuitje kan gebeuren en dan kan hij gewoon winnen. Maar anders wordt het inderdaad een lastig verhaal, dat is zeker zo. Ricciardo dan, overgestapt naar Renault. Toch wel een rampjaar eigenlijk tot dusver. Ja, zeker. Zei er deze week zelf ook nog wel aardige dingen over dat hij probeert toch vertrouwen te blijven houden. Ja. Gaat hij zijn rampjaar in de laatste races nog glans geven? De Renault motor deed het de afgelopen jaren dus heel goed in Mexico op grote hoogte. En eigenlijk ook wel in Amerika, wat de race die we hierna krijgen. Wat dat betreft zit er echt nog wat in de pijplijn. Ik denk wel dat ze vervelende knauwen hebben gekregen door die disqualificatie in Japan. Vanwege dat illegale rembalanssysteem kostte ze toch een trucje geflikt en dat kwam niet door de keuring achteraf. Dat werd ook duidelijk omdat de Racing Point onboard beelden van Ricciardo in Barcelona goed had bekeken. Zo'n vizier of zo'n camera op het vizier van Ricciardo, dan konden ze het stuur zien. En dan zagen ze, de rembalans verandert steeds zonder dat de coureur iets doet. Ja, dat mag niet. Dat mag niet. Dus daar hebben ze wel een knauw van gekregen. En nu zitten ze ook ineens in de positie dat worden ze wel vijfde in het kampioenschap. De zoveelste knauw was dat voor Renault en voor Ricciardo. Zie je ze volgend jaar, want daar hopen ze natuurlijk op. En Ricciardo ook, zie je ze volgend jaar wel echt bij die topteams aansluiten? Nou, dat is eigenlijk onmogelijk, want de regels veranderen bijna niet. Dus het is echt niet het terrein waar je heel erg makkelijk iets kan winnen. Dus zij moeten echt hopen op die grote regelwijziging van 2021. Goed, we gaan het zien. Je podium tot slot. Het is dus een beetje lastig, want er kan misschien een regenbui vallen. Maar onder normale omstandigheden verwacht ik Ferrari wel het sterkste. En dan zet ik Vettel op de winst. Charles Leclerc op de tweede plaats en Max Verstappen op de derde plaats. Dus denk wel een podium voor Verstappen. En geen Mercedes op het podium? Nee, ik denk dat die het heel moeilijk gaan krijgen. Dat met de koeling, er zijn te veel dingen, de koeling van de auto's daar echt een probleem altijd. Hun aerodynamica is ook best wel afhankelijk van de omstandigheden. En dat is door die ijle lucht ook weer anders dan elders. Dus ik verwacht een lastig weekend voor Mercedes. Goed, we gaan het zondag zien. 7:50 Nederlandse tijd begint het al in Mexico. Te volgen uiteraard op ons liveblog op nu.nl. En daarna zijn we er met deze vooruitblik natuurlijk ook weer voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Een week later alweer. Bedankt voor nu. Dag. Wie denk jij dat de race gaat winnen? Laat het weten in de comments en abonneer je even op ons kanaal.